Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 april. Het wordt vandaag een dag met flink wat zon. In de loop van de middag ontstaan er wel wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanochtend is het nog hier en daar wat nevelig en de temperatuur die ligt zo tussen de 6 en de 9 graden. Aan zee is kans op wat lage bewolking, met name in Zeeland. Vanmiddag wordt het zo'n 13 graden op de Wadden tot 16 of 17 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Dan zien we dus de zon en de stapelwolkjes het waait dan een zwakke tot matige noordwestenwind. In de loop van de avond en de nacht neemt de bewolking verder toe. Verder wordt het ook wat nevelig in Nederland en er is kans op mist. Morgen dan een heel ander weerbeeld. Er is vrij veel bewolking en er kan lokaal een buitje vallen. Wat het meest zal opvallen, is de temperatuur, want die wordt niet veel hoger dan 10 tot 13 graden. Verder staat er een matige noordwestenwind, aan zee af en toe vrij krachtig. Ook donderdag nog een hele frisse dag met maxima van 10 graden. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog. En in het weekend wordt het weer zacht met zo'n 15 graden. En zondag kan het zelfs nog warmer worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.